Ik sta vandaag in Hebaaim aan het begin van de middag. Hier wat licht gespetterd, dus eigenlijk nog bijna droog. Maar zo zou het niet blijven. En de komende dagen ook soms flink wat regen. En de kerstdagen, dan wordt het kouder. Eerst naar vanavond en vannacht. Vanuit het zuidwesten droge perioden, maar een groot deel van ons land heeft vanavond nog regen hoor. Vannacht wat buiig met een hoge temperatuur, 8 tot 10 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten, matig tot krachtig. De krachtige wind in het kustwatergebied, IJsselmeergebied, windstoten in kracht 7. Het waait dus stevig. Morgen, een dag met veel bewolking. De zon heeft het moeilijk. Wel droge perioden, maar toch ook wel weer wat buiig weer. En we hebben temperaturen die er mogen zijn. Nou ja, 9 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Een echt hoge temperatuur. En de wind die komt morgen uit het westen tot zuidwesten, matig tot vrij krachtig. In de avond nog weer droge perioden, in de nacht regen en dan op naar woensdag. Een dag met regen, zeg maar een gewone regendag. Er kan flink wat regen vallen en de temperaturen 8 tot 13 graden. De wind die komt woensdag uit zuid tot zuidoost, eigenlijk wat uit verschillende richtingen, zwak of matig. In de nacht een paar buien en dan op naar donderdag. Een bui of een buitje, de zon erbij, kerstavond, kerstnacht gaat de temperatuur terug naar 0 plus 1, misschien op plaatsen min 1. Een winters buitje betekent kans op gladheid. Eerste kerstdag in de ochtend ook kans op gladheid. Overdag een winters buitje, 5 à 6 graden. En in de nacht iets boven 0, maar nog wel kans op voorstaande grond. En dan tweede kerstdag, een bui of een buitje en dan gaat de temperatuur alweer richting de 6 of de 7 graden. Nou ja, hoe het precies uitpakt met de kerstdagen, de kans op gladheid, een vleugje winters, wat mij betreft, ontmoet. Tot morgen.